Hallo beste kijkers van Wanted TV. Mijn naam is Ashley Wicks, advocaat bij Wanted Law te Sint-Niklaas. Alcoholintoxicatie en dronkenschap zijn twee begrippen die zeer vaak door elkaar worden gehaald. Echter bestaat er een zeer belangrijk verschil tussen beide begrippen, aangezien het gaat om twee verschillende misdrijven. Alcoholintoxicatie houdt concreet in dat u de wettelijk toegelaten grens van het alcoholgehalte in uw bloed overschreden heeft. Alcoholintoxicatie is met andere woorden objectief vast te stellen. Dronkenschap is daarentegen niet objectief meetbaar, aangezien de agenten in kwestie de vaststellingen doen op basis van uiterlijke kenmerken, zoals bijvoorbeeld het spreken met een dubbele tong of het verlies van evenwicht. Dronkenschap is met andere woorden steeds subjectief vast te stellen. Beide verkeersmisdrijven kunnen samengaan, maar kunnen ook perfect zonder elkaar. Zo kan u bijvoorbeeld dronken sturen zonder geïntoxiceerd te zijn. Uiteraard zal het vaker voorkomen dat een bestuurder geïntoxiceerd is zonder dat deze dronken is. Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons uiteraard steeds contacteren.